locatie. Stroom Noord als organisator van deze klopt. Gezellige rit. Ja. Het is wel echt klauwe dag ja, vandaag. Koude klauwen is het. Het is meer natte klauwen vandaag. Ja, het is... Zo, nou, we staan letterlijk met koude klauwen op Scheveningen. U gaat zo dat rit maken. Hoe lang heeft u al uw poeg? Nou, dat is wel een aardig tijd, hoor. Ja. Nou, ik heb hier een jonge poegliefhebber. Jij hebt je halve rit al achter de rug, zo te zien. Zo'n beetje. Zo'n 4 uur gereden. Vandaag al 6 uur vertrokken. En door weer en wind weer hierheen. Desondanks zijn er toch een heleboel gekomen. Ja, en er komen er nog veel meer. Moet je maar opletten. Ja. Er staan er waarschijnlijk nog een heleboel bij het tankstation. Dus die komen ook zo deze kant op. Mm. En dan wordt het rondjes net. En dan proberen we natuurlijk de rit voor te zetten. Ja, vroeger reed ik er ook op toen ik 16 was. Ja. En dat is... Denk meer dan 50 jaar geleden. Ja. Dus ja. En oude liefde roest niet. En dan daar ik nog terug, hè? Ja, sowieso nog terug, maar kom maar goed. Ja. Ah joh, dat lijkt een mooi apparaat hier. Ja, joh. Het is een beetje nat en een beetje koud, maar... Heb je de beloningen staak de kachel? Historische rit, hè, vandaag? Ja, historische rit, ja, de 30ste. Ja, ja. En hopelijk niet de laatste, maar ja, dat is maar afwachten. Thank you.
wat ik het leuke van de poeg vind is, de poeg doet het altijd. Ja, als die kapot is, je maakt hem open. En als je die kan maken, dan ga je van de Kees naar Loods 41 toe. Okay. En die repareert hem altijd. Zo vreemd vindt is, dan maken ze er zorgen om deze kleine brommetjes. Ja. Terwijl als er één vliegtuig opstijgt, ja, dat is ongeveer 10 keer zoveel als dit. Ja, zo weet ik nog wel meer voorbeelden te noemen. Ja, zo'n cruiseschip, dat is, nou, daar kunnen wij met onze brommetjes niet tegenop. Maar goed, het zijn ook de scootertjes en zo. Hè. Het zijn niet alleen de oldtimers die. Maar ja, wij vinden het natuurlijk wel jammer. Ja, een stukje vreugde gaat op deze manier wel verloren. Is dit uw eerste of is dit de zoveelste? De zoveelste. Had ik mijn eerste poeg maar bewaard. Ja. Is dat lekker? Ook echt iets Haags, hè? Ja, nou ja, de Den Haag is wel de poegstad bij uitstek. Maar Amsterdam is natuurlijk al dicht. Dus daar mogen we ook niet meer in. Dus ja, jammer. Het is echt heel jammer. Maar je hebt wel heel toepasselijk ben je gekleed, zie ik. Ja. Is dat traditioneel? Nou, het is een Solex-jas. Dus niet heel erg poegs, maar het is vooral heel veel laagjes. Dat is goed vol te houden. Kon ik geld voor krijgen, dus dan gaat hij weg. Ja, maar dat is het geheim van de poeg, hè? Even krappe kast verkopen en zo weer een nieuwe. Zo is dat. En heel erg gezegd, ik heb niks met brommers en dat soort dingen, maar ik vind heerlijk ruiken, ja, en het geluid. Ja, wat enig. Ja, schattig, ja. En bij ons is het ook meer de nostalgie en ook de vrijheid. Hè? Als je echt je brommetje start, je dat hoge stuurtje, ga met die banaan. Ja, wij zijn er erg enthousiast over. Ja, duidelijk.